Benjamin Lutin, man van de match vandaag, 2-0 winst, uitstekend resultaat. Ouais, très bon résultat contre Anvers, une très bonne équipe avec de grands noms. Et on a su bien gérer ce match, bien rester compact. On a mis deux buts, principalement, et défensivement, très dur dans les duels, donc match parfait, je dirais. Il stond donc zelf heel geprikkeld aan de aftrap vandaag. Ouais, j'étais très motivé. Parce que bon, disons personnellement, parce que bon, il y avait Van Wijk, ancien entraîneur de Rollers, qui m'a pas laissé ma chance en première division. Il pensait que j'étais pas assez fort et je pense que c'est une bonne revanche sportive contre lui. Donc voilà. Non, non, non. On pensait pas qu'ils allaient jouer aussi défensif, mais on a su bien gérer les intervalles. Et on a su jouer dans leur dos. Et c'est comme ça qu'on a mis les deux buts en surnombre. Et, tevreden mogen zijn met een goed resultaat tegen een ploeg met toch flink wat grote namen. We hebben een goede wedstrijd gespeeld met twee doelpunten en zijn bovendien defensief mooi overeind gebleven. Persoonlijk was ik heel gemotiveerd, want van Dennis van Wijk vond ik dat ik in eerste klasse destijds niet te veel speelkansen kreeg. En vandaag denk ik toch een mooie sportieve revanche te hebben kunnen nemen. Ik had eigenlijk niet verwacht dat Antwerp zo afwachtend zou spelen. En toch zijn wij er regelmatig in geslaagd om goed achter hun rug op te duiken. En zo heb ik onder andere het eerste en ook het tweede doelpunt kunnen scoren. Aan de andere kant hebben wij weinig kansen weggegeven. We bleven meestal baas in de duels tegen hun aanvallers. Dus eindelijk hebben we de wedstrijd goed en volwassen kunnen uitspelen. Want we hebben steeds de voetballende oplossing proberen te blijven zoeken. Zelf ben ik natuurlijk heel tevreden met mijn beide doelpunten. Eerste na een mooie pas van Frederik de Klerk. Tweede na een heel goede actie van Anthony Di Lallo. Ik zit nu aan 6 goals, kom daarmee op gelijke hoogte met Sven de Rechter in de topschutterstand. Maar eigenlijk is dat niet onze eerste zorg. We lachen daar soms wel een beetje om van wie staat nu eerste. Maar uiteindelijk is het allemaal in het ploegbelang te doen. Nu denk ik dat we goed moeten recupereren om er woensdagavond tegen Lommel opnieuw te kunnen staan.